er is weer een regeringsraadsvergadering of RRV geweest. Die wordt elke woensdag gehouden, wordt begeleid door de president, de vicepresident en alle ministers zijn aanwezig. En tijdens deze vergaderingen worden alle vraagstukken en issues in het land besproken en er worden belangrijke besluiten genomen. Tijdens de RRV van vandaag is er gesproken over 1 juli, de herdenkingsweek naar 160 jaar Kitty Kotti-viering is afgelopen zondag ingeleid door de president. Er is een fakkel aangestoken waar wat activiteiten te wakker passie en dat wordt gecontinueerd. Er zijn verschillende activiteiten door de week heen en dat gaat allemaal tot een main event op 1 juli zelf. En daar worden er verschillende activiteiten gehouden waarbij de regering een actieve rol vervult. En de president, de vicepresident en de ministers op de verschillende activiteiten op die dag aanwezig zullen zijn. En er zijn ook gasten uit het buitenland. Er is ook gesproken over de situatie van de luchtverkeersleiders. Daarmee is de minister van TCT belast en hij is bezig geweest. Er is overleg gevoerd met de vakbond. Er zijn verschillende modellen besproken om tot een werkbare situatie te komen. En op dit moment is er rust. De minister is bezig met voorbereiding en uitwerking van dit vraagstuk. En zodra er verdere ontwikkelingen zijn, zullen we terug bij u komen met verdere info. Net zoals ik al aangaf, er is gesproken met de bond. En er is nu rust. Er zijn onderhandelingen en er is daarover gesproken. Voor nu is er een situatie gecreëerd waarbij er rust is en het werk verder wordt voortgezet. En in het vervolgtraject dan wordt er precies uitgewerkt hoe verder met dit gedeelte van het totale plaatje wordt omgegaan. Er is een situatie ontstaan waarbij er op bepaalde scholen om de ene dag lessen worden verzorgd. En dat heeft de volle aandacht van de minister van Onderwijs. En daaraan wordt er gewerkt. Er is gesproken over bepaalde modellen, bijvoorbeeld lokalen erbij bouwen of grotere lokalen anders inrichten, zodat er misschien 2 klassen tegelijk les kunnen volgen. En er wordt gekeken naar opties. En binnenkort worden de oplossingen bekendgemaakt. Er is een presentatie gegeven over scallions door mevrouw Simons, de directeur van Mijnbouw. En er is gesproken over de ordening van de sector, regulering, inkomstengeneratie en het geleidelijk aan uitfaseren van kwikgebruik. Voor het verrichten van werkzaamheden hebben de scallions een beschikking nodig, waarbij er bepaalde voorwaarden aan zijn gekoppeld. Er zijn verschillende eisen, zoals het gebruik van een GPS-systeem, zodat er gemonitord kan worden, er gecontroleerd kan worden als ze zich houden binnen hun aangewezen gebied. Er wordt gewerkt met milieuvriendelijke apparatuur. De scallions mogen niet worden overgedragen en ze mogen ook niet verhuurd worden. En als deze regels worden overtreden, zal het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ingrijpen. Er zijn nog enkele uitdagingen, maar de situatie lijkt de goede kant op te gaan.